elkaar. Ja. Ik ben hier op het Galjoen de docent lichamelijke opvoeding. Dus ik verzorg alle gymlessen voor alle groepen. En als combinatiefunctionaris coördineer ik en organiseer ik de naschoolse sportcursussen. Aan het begin van het jaar deel ik briefjes uit aan alle leerlingen van de school waarop staat wanneer welke cursussen worden aangeboden. Daar mogen leerlingen zich voor inschrijven. Dan krijg ik altijd zo'n stapel terug binnen één dag. Dus de kinderen zijn hartstikke blij dat ze na school mogen gymmen. En dan vragen wij jeugdsportcoördinatoren. Dat zijn mensen die hier vanuit de vereniging sportlessen komen verzorgen. Neem het voorbeeld van badminton. Die meiden waren daar zo enthousiast voor en zijn er eigenlijk zo goed in geworden dat we ze heel graag op een vereniging wilden krijgen. In combinatie met Dave, die voor DKC trainingen geeft op scholen, zijn we dependance begonnen hier vlakbij. En ze hebben zich ingeschreven allemaal op de vereniging. We begonnen eerst op school. En daarna kwam Dave en toen vond ik het leuk en toen ben ik op DKC ingegaan. Want ik deed niks. Ik deed eigenlijk alleen maar buiten spelen of iets anders. En toen vond ik badminton echt leuk en toen zei ik van mijn vader mag op badminton, zei hij ja, is goed. Plezier? Dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Ze begonnen met de competitie spelen alleen bij ons. Eén keer in de week, 10 keer in totaal. En dat was het. En dan bleven ze lekker op school spelen. Dat was in eerste instantie het plan voor dit seizoen. Maar ze vonden het zo leuk en ze wilden ook wel echt graag winnen. En toen hebben ze gezegd, we willen wel wat meer trainen dan één keer in de week. Want we gaan voor het kampioenschap. Dus onderhand trainen ze 3 keer in de week. Spelen ze 1 keer in de week competitie. Dus in totaal zijn ze 4 dagen in de week aan het badmintonnen. En het is gewoon een hele leuke groep meiden. Het integreert nu ook bij de vereniging. Er gaan een aantal mee op jeugdkamp. Ze gaan ook mee met naar het landskampioenschap wat ons eerste team speelde. Zijn ze gaan kijken. Dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. En ik ga tegen iemand spelen die 4 keer. De hele insteek is om meer kinderen meer te laten bewegen. Dus de kinderen die bijvoorbeeld geen vereniging kunnen veroorloven of waarvan de ouders geen tijd hebben om ze te brengen of in te schrijven. Deze kinderen probeer ik altijd voorrang te geven voor de cursussen. We proberen altijd de laatste dag van de cursus naar een vereniging toe te gaan. Ouders kunnen dan zien waar het is, hoe het eraan toe gaat binnen zo'n vereniging, wat er allemaal bij komt kijken. En vaak blijven die kinderen dan ook op die vereniging hangen.